Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin en welkom op de Altijd Melvin server. Ik ga nu weer een server toe doen omdat een heleboel mensen dat weer wouden. En ik ga eens beginnen met deze zin die ik heb getypt. Kijken hoeveel mensen hoi gaan zeggen. Het is niet heel druk op de server, dus ik kan lekker rustig aandoen. Eens kijken, er wordt een heleboel hoi gezegd. En er waren een heleboel mensen waar ik heen zou gaan. Kijk, wat hebben we hier allemaal? Er waren een heleboel mensen die wouden dat ik even naar hun toe ging. Hier is echt al een super awesome huis gebouwd door de Parrot en Johan Wouter. Johan Wouter ken ik in het echt. Een super awesome kerel is dat, maar dat doet er voor de rest niet toe. En de Parrot, echt awesome dat jullie dit hebben gebouwd. Hoi Johan. En Billy Waterpijp, zo heet zijn paard, ik weet niet waarom. Hey Johan en Pirate. Fucking nice, echt. Moet je zien hoe dat is ingericht en het drupt hier een beetje, maar dat doet er voor de rest dan niet toe. Wat hebben we hier nog meer? Hier gaat een trapje omhoog, zo te zien. En dan kan je hier gewoon, hier helemaal in de toren. Hier een hele tuin hebben ze boven op dit dak gemaakt, echt. Super awesome Johan, super awesome Parrot. Dat jullie dit allemaal hebben gebouwd, moet je eens kijken jongen. Hier gewoon twee bankjes, hier een hele boom die omhoog. Nog een bankje met een stukje wiet. Super awesome. Ik ga weer heel vaak super awesome zeggen. Voor de rest hebben we hier gewoon al borden staan met MILF Army. Ik weet niet waar een MILF Army voor me zei. Johan, dat, ik bedoel, hoe heet het ooit een keer dat? Hier hebben we AM. En Joran de Monkey wil dat ik naar hem toe ga. Echt, dit is ook een heel mooi huis. Voor mij is hij nu niet online, maar hier, hij heeft een parcours gebouwd in survival. Weet je hoe vies veel werk dat is? Echt super awesome. Wie dat heeft gemaakt, is helaas dat ik dat nu niet weet. Of ik kan alleen zien dus wie dat is. Appel in pot en Sandale. Super nice. Oké, ik ga nu een TP'en naar TP Joran. Kijken Joran wat Joran heeft. Oké, Joran. Hey. Joran. Waar ben je? Je bent een varken. Holy shit. Wow. De blacksmith. Allemaal furnaces hier. Holy shit. En hier hebben we paarden. Geen naam. Geen naam. Geen naam. Oh nee. Hier heet je Jebo. Wow. Hier heeft een hele ondergrondse mijn. Wow. Zo. Die u. Dat is onwijs groot. Hier. Ik ben benieuwd waar ik uitkom. Wow. Waar heeft hij dit ooit gebouwd? Holy shit man. Jongens, dit is super awesome. Wow, dit is echt, ik zeg heel vaak super awesome. Even serieus, dit is echt tof. Check hoeveel koeien, allemaal chests hier. Holy shit, allemaal stuff. Zo, man. Ramon, Tivanijn, top. Ramon, stop! Nu, jammer dat je het niet kan horen, maar stop gewoon, oké? Okay? Nee, maar dat doet er nu even niet toe. Super awesome! Zoals ik al heel vaak zeg, je hebt, wow, goldblocks en alles, Joran de Monkey. Oké, Pulleycraft, daar gaan we weer heen. Hij is heel actief op de server, echt leuk. En kijk wat hij allemaal heeft. Hij heeft nog meer koeien dan eerst, nog meer paarden dan eerst. Wow, check hoeveel paarden. Wow, hij heeft hier, die village had hij al, een toren is erbij gekomen en zo te zien ook een molen. Wow, hierachter zat nog een huisje. Eens kijken wat dit voor huisje is. Wat voor huisje is dit? Of dit is een... Ik weet niet wat het is. Oh, kijk, daar kunnen we erin. Wat is het? Oh mijn god, een hele grote netherwart farm waar alles al is gegroeid. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier gewoon Ramon. Hou op met volgen. Ramon's vieze vuile stalker dat je bent. Vieze vuile gehandicapte stalker. Je bent gewoon een vieze vuile stalker, Ramon. Oké, we gaan weer verder. Het is ook... Wow, hier. Klein huisje met wat chestjes hier. Oh, kijk eens aan. Hier, ze hebben gewoon emeralds. Allemaal de... Hoe heet het, die dingen? Kijk, dan kan hij daar als goed niet meer uit. Dat is mooi. Ja, behalve TP'en. Oké, wie hebben we allemaal? Oh, hier. Check, dit huisje ziet er ook... Wow, dit ziet er best wel awesome uit, dit huisje. Ik zeg weer awesome. Ik zeg een heleboel awesome in deze video's. Maar dat komt omdat gewoon echt super tof is wat er allemaal hier wordt opgebouwd. Want, waar ben je, Poelie? Poelie, heel erg nice. Heel erg nice. Heel erg nice. Super, super, super. Echt tof. Ja. Oké, we gaan nu naar... wie hebben we nog meer? Oeh, daar ging een creep kapot. Naar wie moet ik komen? Oké, we gaan naar Niek. TP Niek. We kijken waar Niek is. Niek, die vaart hier op een bootje en die is op zoek naar mijn eiland. Oh, hij heeft iets cools gevonden. Laat zien. Oké, wat heb je gevonden, Niek? Ik ben benieuwd. Wat is hier onder de grond? Water. Lol.
Je bent nog steeds op zoek naar mijn eiland, hè? Je bent nog steeds op zoek naar mijn eiland, hè? Oké, hij heeft land gevonden, maar hij zit voor mij helemaal verkeerd. Want dit is wel heel ver. Succes, Nick, want zijn naam is Nick, dat zei hij een keer. Oké, naar wie kunnen we nog meer gaan? Succes. Ik ben echt benieuwd in welke, als ik een keer een aflevering maak, dat hij opeens op mijn eiland komt. Dat lijkt me wel grappig. Oké, naar wie moet ik nu komen? Oké, we hebben een relax zwembad. Oh, dat wil ik wel even zien. Oké, we gaan eerst naar Cod X Kills, want hij is heel erg actief. Oh nee, dat was verkeerd. TP, Cod X Kills, we gaan nu naar hij heeft een nieuw huis gemaakt, dat is ook zo. En moet je eens kijken hoe groot huis. Een zwembad in de tuin waar helaas nog geen water in zit, maar dat maakt even niks uit. Hier hebben we gewoon een boom, de heilige boom, niet aanraken. Oké, we gaan even bidden. Heilige boom. Oké, heel mooi. Dikke loungebank achter in de tuin. Dit is echt nou een super tof huis. We kunnen deze deur ook gewoon open doen. Dat is allemaal super awesome. En die Ramon die stalkt mij nog steeds. Echt, super awesome hoe actief jij bent op de server, Cotex Skills. Echt waar. Echt, wauw. Echt, zo nice. Jij stalker, Ramon. Jij stalker. Ramon, je bent een stalker. Even goed in je oren knopen. Je bent een snalker? Nee, geen snalker, een stalker. Wow, dit had ik nog niet eens gezien, joh. Hier een heel hok buiten zelfs. Een hele mijn hier volgens mij. Wat hebben we hier? Een XP-farm? Oh mijn god, dit wil ik zien. Dit ga ik sowieso zien. Oké. We gaan hier helemaal naar beneden. Wow, check wat hier allemaal heeft gemaakt, joh. Echt een hele chille trap waar je niet echt snel naar beneden gaat. Maar gewoon hup per laagje naar beneden. Ik ben benieuwd naar zijn XP-farm. We gaan eens kijken wat voor XP-farm hij heeft gemaakt. Ik denk met zombies of skeletten, maar dat is meestal het logischst. Is hier X? Nee, hier niet. Dan zou hij hier links zijn. Ja, hier denk ik. Oké, we gaan hier naar beneden. Dan hebben we hier geen XP-farm. Oh. Oké. Of hier wel? Hier. Huh? Oh, dat zal wel. Voor mij is het gewoon een XP-farm waar je ze per 1 hit dood. Super awesome XP, Cotic Skills. We gaan nu weer naar iemand. Ik wil nog even zijn huisje zien trouwens. Heel snel vliegen. Ik heb hem op Fly Speed 3 of zo gezet. Dus het is echt heel snel vliegen. En Ramon, hou nog gewoon op met mij te stalken. Ik ga kill RVDV. Oh kut, dat is verkeerd. Zo. Mooi zo. Hij moet niet kunnen tp'en, dat wil ik niet. Hij moet niet naar mij kunnen komen. Een heel huis heeft hij hier. Wow, wat is dit? Wat is dit ooit? Iets waar arrows uit kunnen komen of zo. Nee, een zwaard. Oh, oké. Zal wel. Pulleycraft, ik ben al bij jou geweest. Ik wil wel een keer komen. Hou nou gewoon op met de stalken. Stalken! Ramon is gewoon een Herman Brood, wie zei dat? Lol, robot. Ik weet trouwens, ik heb voor mij wel een vermoeden wie dat nu is. Wie dat als schuilnaam gebruikte. Oké, wie hebben we nog meer? TP-robot, kijken waar hij is. Hij is hier ook bij een huisje, dan kunnen we dit ook even zien. Holy shit. Wow. Dit is heel groot geworden sinds ik hier voor de laatste keer weg heb. Een hele muur eromheen gebouwd. Wow, check hoe groot die muur is. Echt, ik vind het super vet wat er allemaal op mijn server, op mijn slash onze server wordt gebouwd. Echt, super vet. Moet je eens kijken, hier. Ik heb gewoon bijna eer, dat is toch. Moet je zien wat hier allemaal wordt gebouwd. Een huisje met, wie zit erin? Hey, Minecraft Gamers 99, hallo. Kijk eens aan, hallo. Dit is echt super awesome. Ik zeg ik het weer, ik zou gewoon awesome eens zeggen, maar toen ging het toch weer verkeerd. Ja. Oké, ik weet nog steeds niet van wie dit eiland is. Het is niet echt afgemaakt. Het is wel super tof geworden, maar ja, dit eiland is ooit een keer door Ramon gemaakt en door Gijs. Ik weet niet of hij ooit een keer iemand heen is. Wow, wat is dit voor texture? Oh, dat is hooi. Oh, dat is best wel chill gedaan. Een keukentje zit hierin. Nou ja, dat doet er niet toe. Ik eindig denk ik hier gewoon de aflevering. Ik ga nog vragen. Ik ga nog bij één iemand langs. Oké, ik ben benieuwd wie er als eerste iets zegt. Daar ga ik heen.
waar ik nog niet ben geweest, want Poolycraft die vraagt al de hele tijd of ik kan... Just Joost, daar ben ik nog niet geweest. TP Joost. Hoi Joost! Hallo Joost, ik ben al bij jou... Ik ben nog niet bij jou geweest, nee, sorry. Greetings. Ik zeg hallo tegen jou in de video. Hallo Joost! Ik weet niet waarom ik dat zo lang deed. Wat hebben we hier? Wow. Waar zijn we? Hij heeft hier een fucking nether portal staan. Hij heeft hier een hele... Oh, we zijn hier. Of ja, wow. Dit is onder zijn huis helemaal. Zo, sick man. Echt heel erg nice. Hier is een plaats voor dieren. Hier kunnen ze zelfs omhoog. Zo, die hebben het hier niet verkeerd hoor, bij jou zo te zien. Nee, zeker weten niet. Hier laat hij ze voor mij erin. Kijk, is zo er doorheen. Dan heb je zo de paardjes en koetjes en alle beestjes hier. Dan is dit voor de rest een huisje. Echt nice. Ja. Oké, wat is hier? Een private nick gasten. Dat zou wel een hoe noem je dat? Een donatie chest zijn. Daar kwamen we even niet op het woord. Maar ik eindig hier nu echt de aflevering, mensen. Awesome Joost. Super awesome wat iedereen heeft gebouwd. Dit was even rustig op de server. Dat is helemaal geen probleem. Ik ga weer mensen whitelisten. De volgende. Ik ga trouwens mensen whitelisten in de... Hoe heet het? In de Minecraft Survival. Dus ja, je mag je naam weer ook wel onderlaten. Maar ja, misschien voeg ik je wel een keer toe. Ik doe er heel lichtjes over. Heel makkelijk. Gewoon een beetje wachten. En ik voeg je ooit een keer toe. Dus ik ga nu mijn eindpraatje doen. Doe een duimpje omhoog als je een leuke aflevering vond. Laat een leuke reactie achter bij een comic section. En als je nog niet geabonneerd bent van mij, druk je op het knopje abonneren hier beneden. Dan heb je nog maar één keer zeggen. Dat doe je mensen.